Goedemorgen, ik ben wakker. Ik moet naar Amsterdam. Ik heb een dag ontbijtje. Ik moet me eigenlijk nu echt gaan opmaken. Ik heb gedoucht. Ik heb me aangekleed. Even mijn haar doorborstelen. Mijn extensions. Haha, zo blij mee. Oké, klaarmaken. De make-up is klaar. Eigenlijk wil ik nog wimpers opdoen, maar die neem ik wel mee. Ik zie als ik tijd heb, doe ik ze even op. De geur die ik vandaag opdoe is... ik ga vandaag Ange Eau de Moule Secret opdoen, maar dan Eau de Toilette. Dit is wat ik vandaag aan heb. Mijn roze kooltrui, zalmroze. Dit is die door Anouk gestyled is. Ik heb dit horloge om. Ik weet niet zo goed of ik hem leuk vind of niet. Ik weet niet, het zwart bandje vind ik altijd lastig. Wat vinden jullie? En dan deze broek. En dan mijn Nike's. Ik doe niks anders meer aan, want ze lopen zo heerlijk. En mijn tas zit helemaal vol met spullen en zo. Dus ik heb de hele dag dingetjes, afspraken. Ik ga werken op kantoor bij Social. Let's go. Ben onderweg naar Amsterdam. Ik heb eerst dat ik langs ga bij de Dove Pop-up Store. Daarna moet ik heel even kijken of ik al één afspraak die iets later op de dag was. Ik heb gevraagd of die misschien naar iets eerder kon. En dan ga ik even langs bij L'Adresse voor een jurk. Voor de Luxury Fair, die is morgen. Verder ga ik naar kantoor voor Social om te werken. En dan heb ik iets van 4 uur of zo. Ga ik met Avisa voor mijn verjaardag nog. Zouden we gaan eten of zouden we gaan drinken bij het kattencafé. En dat moet je echt helemaal reserveren. Het is vet leuk en ik ben echt super benieuwd. En dat hebben we dan. En dan s'avonds ga ik uit eten met de Burning Man Crunch. Ook nog de Jimmy Boys verjaardag, dus vet gezellig. Maar ik ga dan tussendoor gewoon bij Social werken. Want ik heb dan een paar uur te overbruggen. En ik heb ook mijn telefoon mee. En ja, gezellig Amsterdam dagje. Wordt weer een torenhoge parkeerrekening, maar hey. Ik zit altijd te rekenen wat goedkoper is. Of ik dan met het OV ga, of met de auto. Het maakt gewoon niet eens uit. Ik heb wel gemerkt dat als je veel verschillende afspraken door de dag heen hebt in Amsterdam, dat het wel handiger is om je eigen auto te pakken. Want om dan steeds met de bus, met de tram te gaan en zo, is best wel ver. De taxi is natuurlijk duur. Dan is de auto handig. Maar als ik op één plek ben, de hele dag, bijvoorbeeld van 9 uur 's ochtends tot naar laat, dan pak ik gewoon de trein en eventueel een taxi of het OV wat sneller is. En dan is dat gewoon goedkoper nog dan de hele dag parkeren betalen. Ik ben er. Ik heb letterlijk echt een half uur een parkeerplek gevonden. Maar uiteindelijk heb ik eentje in de straat. Ik ben klaar bij Dove. Ik heb er gefilmd voor een video voor Beauty Gloss. Ik ga nu heel even Hella bellen voor wat zaken. En dan ga ik door naar L'Adresse. Terwijl ik aan het rijden ben, ga ik bellen. Of nou ja, ik sta nu een soort van stil. Dus dan is het wel helemaal fijn. Ja, ik ben toch eigenlijk best te vroeg. Ik ben een half uur te vroeg als ik nu aankom. Ik ben er. L'Adresse. Ik ben dus bij L'Adresse. Ze hebben hier allemaal van die speciale jurken hangen. Oh, even kijken of ik voor de Luxury Fair iets leuks kan scoren. En kijk hoe mooi hun tafel is. Midden in de wachtruimte. Kijk, met allemaal yummy goodies. Wow. Ik ben klaar. Ik heb een jurk uitgekozen. Ik dacht al van die jurk van vorig jaar was zo top. Ik doe gewoon dezelfde in een andere kleur. En ja, hij is best wel tijdloos. En gewoon, ja. Ik had met Anouk geappt en die zei ook al van, joh, het is prima. Uiteindelijk is het een andere kleur. Dus een andere jurk. Never change your winning formula. Oké, ik ga naar Social om te werken. En dat ga ik nu doen. Dus een kwartiertje rijden. Ik heb even getankt, maar mijn auto is zo smerig. Moet je kijken. Ik ga hem heel even wassen. Done, hij is clean. Dit is serieus echt een heel goed spoelding. Hij heeft echt vooral, oké, ik ga hem even laten zien. Vooral die hoge drukwassen hier is fantastisch. Ik werd zelf helemaal zijklat omdat hij zo hard spoot. Maar hij is wel echt heel goed. Zit hier in Amsterdam. Ik weet de naam niet. Als iemand het weet. Oeh, wie kan het raden? Met dit uitzicht. We zitten in Amsterdam. Het is in Texaco. It's good. Bij de volgende afspraak. Mijn haar borstelen. Ik merk wel dat die extensions wel moet borstelen af en toe. En dan vallen ze het mooist. Dus dit nog. Loopt het echt goed in elkaar over. Ik ben bij Social kantoor. Even werken. En dan zie ik zo Avisa. Kijk nou hoe cute. Oh, hij poseert ook. Zo schattig. Kitties op kantoor. Oh, dat was echt heel schattig. Ja, zo kan ik toch niet werken, hè?
Felix heeft echt haar wat lang is en dik is. Nou, het is nu wel een beetje kappertijd. Maar dit is, ik zit er deze tijd bij. Ja. Oké, let's go. We gaan naar Kattencafé. Kattencafé! Yay! Kijk waar we zijn. Kattencafé. Het heet Kopjes. Oh my gosh, kitties everywhere. Kitty. Je mag ze niet optillen, maar ze komen vanzelf eventueel bij je zitten. Kitty. Hey, ze zijn wel allemaal, ze hebben wel allemaal plekjes waar ze kunnen zitten en chillen en doen. Oh kijk, daar liggen er twee daarboven. Zo cute. Kijk nou. Kijk daar. Een wandelroute. Ja, kijk daar. Oh. Kijk hoe lief achter me. Kitty. Wow. Dit is echt Kitty Paradise. Even serieus. Kijk wie daar zijn. Peter en Kelvin. Wat komen ze doen? Hallo. Wat komen jullie doen? Wij zijn serieus voor mijn verjaardag hier wat aan het drinken. Nee, een tijdje geleden. Hij staat nu op 60 frames per second. En je kan dus vloggen doen. Dus het enige, hij heeft één mega vlog. Dat is dit. Hallo, vlogging, pro-style. Ik heb hier een carrot cheesecake. Zou ik ook een glaasje water mogen? En een koek. Zoveel choices. Maar dit omdat er dadel in zit. Dadel en abrikoos. En een brownie. Hallo daar. Ben jij een flinke kat, zeg? Oh, wat goed van jou. Even vloggen en een kopje geven. Hallo. Oké. Deze is echt heel lief en zacht. Leg een teddybeertje. En een stikje. En een stikje. Mooie oog hoor. Even hoor, het is verspreid. Kijk, alle glitters door de hele hoes. Durf jij het aan? Om hem op te tillen? Nee, en dan zo dat je kan zien dat het zeg maar allemaal naar één kant valt. Nee. Go. Yeah. Oh, de glitters blijven echt maar goed liggen. Oh, next challenge. Alle roze beneden en alles nog doorzichtig glitter. Dat gaat best goed. Ja, maar ze blijven hier een beetje hangen. Nee, maar dit gaat goed. Ja, kijk. Ja, maar nu is het goed zo. Kijk, nu is het... Nee, dit annoyed me. Ja. Oeh. En dan naar één hoek. Ja. I'm impressed. Door mijn eigen hoesje dat dit zo makkelijk gaat. Goh. Oh. Oh. Zit hij het? Lekker warm, hè? Oh, nee. Hey, Kitty. We zijn even hier gaan zitten. Hallo. Oh, wat cute. En we zitten hier in de stoel te masseren. Er hangt hier ook allemaal speelgoed om te pakken. En Avisa is aan het spelen. En alle kiddies. Ah. Kijk, I have a friend. Wat heb jij mooi oogjes, hè? Knappert. Ik heb Avisa net afgezet. Het was weer heel gezellig. Hoe toevallig dat Peter en Kelvin binnenkwamen. Dit was gewoon serieus niet gepland. Het was gewoon... Ik zeg, huh? Peter en Kelvin komen binnen. Wat is dit? Je moest echt reserveren om daar wat te kunnen drinken. En ja, dat hadden zij dus blijkbaar ook gedaan. Precies op hetzelfde tijdstip. Zo grappig. Kijk eens met wie ik ben. Voor jou. Hallo allemaal. Oeh, Dior. We zijn in de PC. We gaan nu eten met onze Burning Man. Onze Burning Man reunion. Yeah. Gaat niet plaatsvinden. En iedereen is erbij. Iedereen is er zo van. Er niet bij. Ja, en Hella die is aan het opbouwen ook, maar die is ook gekomen. Dus yay! Ja, super cool. Yay, Burning Man dinner. Iedereen is er. Hoe leuk is dit? Nee. En Jim is jarig. Joepie. Hallo. Oeh, kijk hoeveel. Ja, die blackberry.
En we zijn weer in Den Haag. En het is 11:30, zoiets. Het was vet gezellig met z'n allen, met de Burning Man. Happy Burn, de reunie. Fun. Happy Burn. Wij zijn thuis. Ik ga me heel eventjes nog zelf bruinen met deze zelfbruiner van Cachette Cosmetics. En dit is een spray. Ik had laatst dus gezelfbruind, maar dat was echt oud. En ja, het resultaat zag je. Ik werd een beetje oranje. Dus dit, ik werd een beetje zien. Ik moet even een goede hebben die me echt mooi een beetje een kleurtje geeft en dit spierwit maakt. Dus mijn gezicht en mijn benen. Ik heb even mijn benen geschoren. Ik ben benieuwd. Alright, het is laat. Ik hoor Foefje al snurken. Dus ik ga lekker slapen. Wel rusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Eigenlijk kan zijn ook. Maar het is niet in elk licht. Kijk van achter. Wacht. Zal ik ze even laten zien? Kom op.